Kijk, we weten heel veel over de Oekraïnse strijdbaarheid en dat er heel veel dat ze goed kunnen vechten inmiddels, et cetera. Maar de algemene sfeer in dat land en sowieso in de regio is zo vredig en zo veilig en zo niet oorlogszuchtig. Vandaag, 1 jaar geleden, begon Rusland met een grootschalige invasie in Oekraïne. Met een bloedige oorlog tot gevolg. Hoe gaat het eraan toe op de grond? We praten vandaag over menselijke ervaringen, maar we kijken ook naar de logistiek achter de oorlog. Mijn naam is Zara Toxus en ik zit hier met Michiel Driebergen, correspondent voor onder andere VPRO en Trouw. En Michiel, jij bent het afgelopen jaar onafgebroken in Oekraïne geweest. Je bent nu sinds een week in Nederland. Hartelijk welkom. Mag een applaus. Dankjewel. Dank. En je bent langer dan een jaar correspondent in Oekraïne. Je zei net vanaf 2013... Heb je dan het gevoel dat je altijd al een oorlogscorrespondent bent geweest, of eigenlijk pas sinds 12 maanden? Het is eigenlijk zo dat het nu pas opvalt. Dus, omdat die oorlog nu opvalt. Nu is het natuurlijk veel meer oorlog dan het voorheen was. Voor de Nederlanders, voor het publiek. Sinds april 2014 was het eigenlijk al oorlog. Maar dan bleef dat beperkt tot de Donbass. Helemaal in het oosten van het land. En daar ging ik dan weer eens heen en dan deed ik daar verslag van. Dan maakte ik daar verhalen en liep ik dezelfde risico's eigenlijk als die ik nu loop. Soms zelfs nog iets meer, omdat ik nog onervaren was, omdat ik niet wist hoe ik dat moest doen. Maar vervolgens was de eindredacteur altijd wel blij. Zo van, nou, vergeet de oorlog, goed dat we daar aandacht voor hebben, goed gedaan. Maar reacties... Heb je dan nu ook het gevoel dat je denkt van, ja, waarom hebben mensen dat nou toen niet zien aankomen? Dat zou toch wel gebeuren, of had jij dat toen helemaal niet? Dat deze grote oorlog zou gaan gebeuren, ja. Dat zag ik ook niet aankomen, dat het zo groot, dat Poetin dit zou durven, had ik niet gedacht. Had ik ook niet gehoopt. Ik denk wel dat als we het beter hadden gevolgd, als we ook hadden geweten beter wat de conflicten waren die daar lagen... Dan hadden we dit zeker ook niet zien aankomen. Maar dan hadden we misschien wel, laten we zeggen, minder snel hoeven bijleren vanaf maart, april. Toen we dachten van, wat is daar in hemelsnaam aan de hand? Ja. En 1 jaar geleden, toen de Russen binnenvielen, wilden ze eigenlijk een snelle oorlog. Hè? Ze wilden doorstoten naar Kiev. Dat is niet helemaal gelukt. Er zijn wel aan de Oekraïnse kant minstens 100.000 doden gevallen. Maar hoe loop jij daar rond? Het is eigenlijk helemaal uitgestorven, maar zit jij dan met iets van press? Of zijn er mensen om jou heen? Of ja, ik had van tevoren, ik was mee met die Dave Jong, dus die mensen evacueert, die mensen hun leven redt eigenlijk uit de gebieden waar het nog gevaarlijker is dan hier. Natuurlijk heb ik altijd standaard in die plekken mijn vest, kogelvrij vest aan en mijn helm op. Maar nu had ik een speciale afspraak gemaakt met die Dave. We hadden het allemaal heel goed voorbereid. Ik was ook met een andere volontair. Wij hadden samen bedacht, oké, we gaan mee tot we niet meer durven. Of dat het onverantwoord is. Ik maakte een verhaal over deze Dave, over zijn evacuatie. Wat hij allemaal doet. Maar het vest had ik aan onder mijn jas. Want Dave had wel gevraagd, oké, als je meegaat, doe dan niet. Zie er niet uit als journalist of als helemaal niet als leger iemand. Want dan word je doelwit. Dan worden we doelwit met z'n allen. Dus de helm ging ook niet op. En dat is in zo'n situatie is dat heel uniek. Maar dat was wel een keus. Daar heb ik van tevoren over nagedacht. 2 dagen daarvoor al. Doe ik dat? Ja of nee? Dus het zijn keuzes die je van tevoren maakt. En ja, in de situatie kijk je, wat je of je dat daadwerkelijk volgt, die keus. Kijk, dit moment was, hij moest dus die pontonbrug over. Ja, daar had ik nooit mensen kunnen interviewen. Niet op die brug, ook niet daarna. Dan had ik alleen maar dekking moeten zoeken. Dus dat was voor een journalist als ik, als ik wilde met mensen praten, met mensen die daar wonen nog, want het zijn er echt enkele duizenden die daar nog echt elke dag overleven in de kelders. Ja, voor mij had het ook geen zin. En als je iets doet wat geen zin heeft in een zeer risicovol gebied, dan ben je verkeerd bezig. En wat gebeurde er de afgelopen maanden in Bakhmut, die eigenlijk de symbolische stad is geworden? Kun je daar iets over vertellen? Ja, er wordt eigenlijk, het is eigenlijk een, hoe noem je dat nou? Het is een,
De frontlinie is in de stad. Dus aan de overkant van de rivier heb je wat meer lage huizen. Ja, echt een soort dorpsachtige omgeving. Dus daar wordt echt van muur tot muur. Huizen staan er eigenlijk niet meer. Wordt daar gevochten. Daar wonen dus ook nog mensen tussen hier en daar. Maar de frontlinie is in de stad. We hebben nu inmiddels die beelden gezien van de loopgraven. Hè, waar militairen in zitten. En de Eerste Wereldoorlogachtige sferen. Die zijn daar ook. Maar nu is de strijd tot in de stad... Het is daar helemaal vastgelopen. Dus de Oekraïners hebben eigenlijk de Russen, laten we zeggen, omdat het zo, denk ik, in de praktijk zo liep, de stad in, ja, niet gelokt, denk ik. Zo kan ik dat niet zeggen, maar de Russen zijn nu in de stad en de Russen lijden enorme verliezen. Het loopt naar die rivier schuin af aan beide kanten, dus de artillerieduels die je hoort, die zijn, dat is een vrij dankbaar gebied daarvoor. Maar het is ook heel moeilijk om op te trekken. De Russen die lopen eigenlijk naar beneden. Terwijl de Oekraïners vanaf de heuvel, vanaf de stad... En welke Oekraïners vechten daar nu? Wie zijn dat? Dat is nu eigenlijk allemaal echt officieel leger. Dus je hebt ook voluntary, zoals je dat ook noemt, vrijwilligers, soldaten, bataljons. Maar eigenlijk zijn die ook allemaal onder commando van het leger. Ik denk dat in Bakhmut... eigenlijk de meest professionele militairen ook wel vechten. En dat zijn echt mensen die goed getraind zijn, die daar niet zomaar worden heen gestuurd. Dat kan Oekraïne zich ook niet veroorloven. Nee, want een jaar geleden zei president Zelensky van Oekraïne nog van... alle mannen tussen de 18 en 60, die moeten eigenlijk meevechten. Ja. Hoe gaat het nu met die mannen? Heb je die gesproken? Ja, tuurlijk. Kijk, de een zit in Bakhmut. De ander zit ergens elders aan het front. De ander staat bij een checkpoint ergens richting het front. Maar er zijn ook een hele massa mannen die wachten. Dus vrouwen en kinderen zien we hier in Nederland, hè, heel veel vluchtelingen. Mannen veel minder, want die mogen niet weg. En die zijn eigenlijk aan het wachten tot de oproep komt. En ja, dat is natuurlijk een heel moeilijk proces. Want er is ook geen werk meer vaak voor die mannen. Fabrieken zijn gesloten, bedrijven doen het niet meer. De economie is er niet meer in Oekraïne. Dus die mannen zitten echt te wachten tot ze worden opgeroepen. En je hebt ook mannen gesproken die zeiden van... ik ben eigenlijk niet geschikt om te vechten. Ja. Hoorde je dat veel? Heel veel. Ik heb er een week of twee geleden nog één geïnterviewd. Stond vandaag in de krant, in Trouw. Een man die dat ook gewoon toegeeft van... ja, ik ga voor mijn familie. Ik hou wel van mijn land, maar ik ben toch meer een familieman dan een patriot. Dus wat doet hij? Hij woont officieel in Kharkiv, maar hij... daar is hij geregistreerd, maar hij woont in Kiev en komt het huis niet meer uit. Want er zijn controles van het mobilisatiekantoor op straat. Ja, en als je dan wordt aangehouden, je hebt niet helemaal duidelijk waar je registratie is, dan moet je in elk geval even naar het mobilisatiekantoor en dan word je toch even geregistreerd. En dan kun je dus worden opgeroepen vanaf dat moment. En je schreef in april ook een reportage vanuit Uzhhorod. En daar begon de derde mobilisatiegolf. Ja. En daar sprak je inderdaad mensen die zeiden van... ik ben daar niet geschikt voor. Ja. En in juli sprak je Miroslav Koptilo. Daar hebben we volgens mij ook een foto van in Slovansk. Ja. En dat was een van de laatste Oekraïense bastions. En hij had juist wel jarenlange gevechtservaring. Ja. Hoe trof jij hem of wie gaf hij dan mensen leiding? Of wat was zijn rol daar? Dit was een man die in 2014 vrijwillig was gaan vechten in zo'n bataljon... En dus heel veel ervaring toen heeft opgedaan. In 2016 had hij er helemaal tabak van. Toen is hij iets anders gaan doen. Dan is hij weer naar zijn gezin gegaan ook. Bewust gekozen. Maar ja, in maart is hij weer begonnen te vechten. En eigenlijk, ja, met zijn ervaring werd hij ook onmiddellijk commandant van een antitankbrigade. Dus met die javelins, die raketten die tanks vernietigen. Overigens is hij dus nu net weer... gestopt. Ik heb contact met hem. Hij is nu in Portugal omdat hij geld moet verdienen voor zijn gezin. Dus die Oekraïners hebben altijd vaak nog veel meer aan hun hoofd dan je denkt. Namelijk ook gewoon, ja, ze moeten ook eten. En hoe is het om in die bevrijde gebieden te zijn? Van hoe zijn, ja, wat is de emotie bij de mensen daar? Ja, dat is paradoxaal. En dat heb ik ook geprobeerd om te blijven volgen de afgelopen maanden. Omdat we natuurlijk, er was heel veel aandacht voor de bevrijdingscampagne die Oekraïne deed. Dus het leger heroverde dorpen en bevrijdde de dorpelingen in die zin. En mensen voelden zich eigenlijk over het algemeen ook echt bevrijd.
Het is wel zo dat dan juist ook vaak de oorlog juist opeens dichtbij kwam. Dus die invasie van de Russen was zo snel, zo plotseling, dat heel veel van dit soort dorpen waren eigenlijk in één keer onder de voet gelopen. En het is ook onbeschadigd. Mensen hadden het heel zwaar gehad tijdens de bezetting. We hebben heel veel voorbeelden gezien van gemartelde mensen, mensen die gevangen hadden gezeten, mensen die honger hebben gehad zelfs. Ja, ook in Kupjansk, in dit plaatje. Mensen die angstig waren geweest. Maar vervolgens, Kupjansk bijvoorbeeld, ligt nu het front eigenlijk om de hoek. Dus Kupjansk is nu veel meer beschadigd dan voorheen. En de mensen die wonen daar natuurlijk nog steeds. Als je direct na de bezetting niet bent weggeëvacueerd, dan woon je daar nog steeds. Heb je blijkbaar de winter overleefd. Zonder kachel, zonder verbindingen vaak nog steeds. Zonder elektriciteit, zonder licht, zonder gas. Mensen leven vaak met niks. Dus dat is natuurlijk het gevoel van bevrijding is natuurlijk heel erg relatief. Ja. Je bent ook geweest in het bevrijde gebied Havrilivka. En daar las ik ook een artikel over. En daar zegt een man van: de prijs die we betalen is zo hoog. Er zijn al zoveel jonge mannen die het leven hebben gegeven. Als je dan naar Rusland kijkt, daar zijn natuurlijk ook heel veel doden. Maar die zijn gewoon met zoveel meer. Heb je het idee dat die... Ja, wat vinden die soldaten of die jonge mannen daarvan? Beseffen ze dat er gewoon veel meer Russen zijn dan zij? Ja, dat weten de Oekraïners natuurlijk vanaf het begin. En dat was natuurlijk ook de grote angst aan het begin. Van: kunnen wij dit tweede leger van de wereld aan? Ik denk nu, en dat is natuurlijk ook heel wrang, maar dat is hoe oorlog werkt. Dat je na zoveel maanden conflict, een bittere oorlog, een haat die dus versterkt is. Dat Oekraïners nu eigenlijk trots zijn. Veel Oekraïners, veel militairen ook. Dat ze zoveel Russen vermoorden eigenlijk. Dat ze doden. Zeker bij Bakhmut. Maar natuurlijk worden er ook heel veel Oekraïners gedood. Alleen we weten niet hoeveel. En we weten ook niet hoeveel Russen er zijn gedood. Dus van elkaar noemen ze statistieken, maar we weten niet hoeveel. En het is een hele gruwelijke oorlog. En een hele grote oorlog waar niemand weet hoeveel doden er zijn gevallen. Maar het zijn veel jonge jongens die in het geval van Oekraïne misschien met een soort van strijdbaarheid de strijd in zijn gegaan. En in het geval van Rusland misschien ook veel jongens die gewoon maar moeten en die het niet anders konden dan te gaan. Je hebt ook mensen gesproken die niet zijn weggegaan toen de Russen kwamen. En die soms toch wel zijn doorgegaan met hun leven daar en dan bij terugkomst, of toen de Russen weggingen, eigenlijk als collaborateur zijn gezien. Kun je daar iets over vertellen? Hoe dat is gegaan of hoe gaat dat? Kijk, wat ik al zei, de situatie in die bezette gebieden was heel moeilijk. Dus op een gegeven moment kwamen de Russen met eigen winkels, bijvoorbeeld, in veel gebieden. In dat Havrilivka, maar ook in dit plaatsje Izium. Dit is Victoria, die jij dit hebt is Victoria. Toch? Ja. In Izium, dat ligt ook weer in de regio Kharkiv. Je moet je voorstellen, Izium, er werd eerst 2 maanden heel hard gevochten tussen de Oekraïners en de Russen. In maart en april, dat was echt voortdurend elkaar bombarderen met vliegtuigen, et cetera. Echt een gruwelijke oorlog, zoals nu in Bakhmut is. Dus veel in de kelder. Deze jongen is 9 jaar oud, heeft heel lang in de kelder gewoond met zijn moeder. Vervolgens waren de Russen daar, was bezet gebied. Maar het salaris van deze vrouw, die onderwijzeres was, liep niet meer door. Want bezet gebied, dat werkt niet, et cetera, met de kaarten. Uiteindelijk kwamen de roebels, de Russische roebel werd ingevoerd. Wilden ze uiteindelijk ook niet gebruiken. Dus ze bleven leven met groenten uit de tuin, met ingepotte eten. In Izium zijn voorbeelden van mensen die dan maar paddenstoelen hebben gezocht om geen honger te lijden. Dat soort verhalen. Kun je niet voorstellen. In september, dan is die bezetting, eerst die oorlog, dan die bezetting een half jaar gaande. Dacht zij, ik ga dan in vredesnaam maar werken voor de Russische school. Er werd een Russische school opgericht, de bezetters wilden dat doen. Ze heeft daar denk ik maar 10 dagen gewerkt, maar eigenlijk alleen maar schoongemaakt, want de school was gebruikt door militairen, et cetera. Haar school, waar ze dus al 20 jaar op had gewerkt. Vervolgens kwamen de Oekraïners terug, dus de Russen vluchten en Oekraïne bevrijdde Izium. En wat moet er dan nu met die mensen die eigenlijk hadden besloten van die Russen gaan nooit meer weg. Ik kan ook zelf niet weg, mijn oude moeder, in haar geval oude moeder woont hier. Mijn zieke broer woont hier, ik laat die niet in de steek, ik ga niet weg, zij kunnen niet weg. Bovendien moet je via Rusland weg, hoe moet dat dan? Zij is gebleven en heeft, ze werd nu eigenlijk als collaborant gezien, collaborateur.
Uiteindelijk is het nog maar steeds de vraag of dat... Er was wel heel erg veel begrip voor haar situatie. Ook van autoriteiten wel. Maar ja, het is sterk de vraag of zij als onderwijzeres weer aan de slag kan. En dat gold ook voor schoonmakers, voor mensen die humanitaire hulp verleenden bijvoorbeeld. Dus je ziet in dat zo'n conflict en zo'n oorlog heeft hele grote consequenties voor hele lange termijn daarna, ook in die lokale gemeenschappen. En hoe kijken ze dan tegen mensen aan die echt het land zijn ontvlucht, bijvoorbeeld naar Nederland? Wordt dat ook gezien als verraad? Of niet? Nee, dat wordt als, denk ik, als heel erg logisch gezien. Ja. Ik denk dat iedereen dat zou willen. Er is ook begrip voor mensen, merk ik, die naar Rusland zijn gevlucht, omdat er geen andere weg is, was. Ja, en vluchten was toch zeker in eind februari, toen de oorlog begon, maart, was toch ook een luxe. Je moest een auto hebben, je moest benzine hebben, je moest ook maar eens aanzien te komen. Er was op een gegeven moment geen benzine meer, ik heb het zelf ook meegemaakt. Het was een enorm tekort, schaarste, files. Dus ja, ontkomen was al een hele opgave. Je hebt ook hele heftige getuigenissen opgeschreven uit bevrijde gebieden van wat mensen daar hebben meegemaakt. En van één iemand is dat Mykola Trubjaninov. En hij is gemarteld in zijn eigen fabriek in Voltjansk. Kun je iets vertellen over wat hem is overkomen? Ja, hij werd gezien eigenlijk als een potentieel gevaar door de Russen. Die ook dat dorp 5 kilometer van de Russische grens in Oekraïne bezet hadden. Zijn zoons waren namelijk allebei in het leger, in het Oekraïnse leger. En ja, waarschijnlijk heb ik dorpelingen dat verteld aan de Russen. En ja, toen werd hij dus opgepakt. Hij is 2 keer 10 dagen heeft hij gevangen gezeten. Inderdaad in een aggregaatfabriek waar hij zelf werkte. Hij is elektricien. Dus hij kende de fabriek, hij kende de ruimte waarin hij gevangen werd gehouden. Met 10 anderen en is inderdaad gemarteld. Dus elke dag kreeg hij 2 keer een elektroshock achter zijn oor met van die draden. Ja, hoe het precies werkt, weet ik niet, maar het is vreselijk pijnlijk, heeft hij mij uitgelegd. En eigenlijk zie je die elektroshock, maar ook het slaan. Hij werd elke ochtend gewoon wakker geslagen. Dat is eigenlijk een terugkerend verhaal. Dat merk je in de Kherson-regio, in de Gavrilivka, waar we het net over hadden, in Voltjansk, in de Kharkiv-regio. Mannen die ook maar een zweem over zich hadden van nou, dat zouden wel eens mannen kunnen zijn die het tegen ons opnemen of wiens kinderen of ouders, wat dan ook, iets tegen ons hebben. Ja, die werden opgesloten en gemarteld. En zou je dat dan echt kunnen zien als een oorlogstactiek? Ja, ik weet dat niet. Ik denk dat het, wat opvalt in die verhalen is ook dat het eigenlijk, de Voltjansk was eigenlijk bezet door, laten we zeggen, mensen uit Luhansk en Donetsk. Dat zijn eigenlijk Oekraïners die al 8 jaar, onder Russisch bewind leefden. Dus dat deel van het leger. Maar de martelingen, en dat is een terugkerend fenomeen, vonden plaats door Rosgvardia. Dat zijn officiële Russische legereenheden. Dat is een terugkerend fenomeen. Zowel in Donetsk, wat al heel lang bezet is, als in die, vers bezette gebieden. Dat het de officiële dus dat lijkt een officiële tactiek. Wat ze daarmee willen, is de vraag. Want in die bevrijde gebieden is eigenlijk iedereen die ook maar, ja, deze man had ook familieleden over de grens in Rusland. En dat gold voor eigenlijk al die mensen in dat grensgebied. Maar dat is nu natuurlijk voor goed verkeken, dat er ooit weer banden ontstaan over de grenzen heen. Dat niet gebeuren. Dat kan ik me nu niet voorstellen. Er zijn natuurlijk heel veel gebieden die niet bezet zijn, nooit bezet zijn geweest. Zoals Lviv, de hoofdstad van West-Oekraïne, waar nu heel veel vluchtelingen naartoe gaan. En hoe gaat die stad daarmee om, dat het nu opeens een vluchtelingenstad is? Nou ja, dat is heel moeilijk voor mijn vrienden in Lviv. Ik ken Lviv heel goed. Je hebt er ook gewoond? Ja, ik heb er een tijd gewoond, bij elkaar 1,5 jaar of zo. En dat is een heel erg, laten we zeggen, ze zien zichzelf heel erg een beetje als de Oekraïense bakermat. Wat niet helemaal zo is, maar in ieder geval, er wordt Oekraïens gesproken. Mensen zijn heel religieus, mensen zijn heel erg anti-Russisch. In de Sovjet-tijd werden daar ook de meeste mensen werden naar de Gulag-kampen vervoerd, omdat ze zo patriotisch waren, et cetera. Maar dat is natuurlijk ook een beetje een hang naar die zuiverheid. Hè? Van ja, dat, nu komen er opeens allemaal Oekraïners. En die zijn Oost-Oekraïners. Ja. En die zijn eigenlijk in Lviv, weet ik, heel erg goed opgevangen. Dus er is een extreme solidariteit tussen Oost en West.
Ik spreek vooral veel Oost-Oekraïners die zeggen, ja, maar eigenlijk maakt helemaal niemand een probleem van die taal. Maar in Lviv vinden ze het wel moeilijk. Want de stad is eigenlijk nu, laten we zeggen, 2 keer zo groot geworden qua grofweg. Zeker ook in de laatste jaren. En de nieuwkomers zijn natuurlijk allemaal Russisch sprekende Oekraïners. En dat is dan eigenlijk is die taal nooit een conflict geweest. Al denken we dat vaak. Maar het is moeilijk. Het zijn wel, Oekraïne is een groot land, een heel verscheiden land. En nogmaals, de solidariteit overheerst echt. Alleen, het is wel moeilijk. Die steden zijn, ja, er moet ook maar plek zijn voor al die mensen. Dus bij ons is het al moeilijk om vluchtelingen op te vangen. En hoe is het eigenlijk voor jou? Want je hebt in Lviv gewoond, je hebt daar meerdere boeken over geschreven. En nu bel je eigenlijk vanuit de schuilkelder met media over wat er gebeurt in Oekraïne. Ja, dat is vooral heel treurig, moet ik zeggen. Omdat, kijk, we weten heel veel over de Oekraïnse strijdbaarheid en dat er heel veel, dat ze goed kunnen vechten inmiddels, et cetera. Maar eigenlijk de algemene sfeer in dat land en sowieso in de regio is zo vredig en zo veilig en zo niet oorlogszuchtig. En zo gastvrij en zo eigenlijk ook best wel genuanceerd over moeilijke kanten in de geschiedenis. Ook over dat hele Oost-West-verhaal. Ik heb eigenlijk nooit ruzies gezien of meegemaakt. Eigenlijk is er juist zoveel nuance in dat gebied. En ja, dat er nu zoveel mensen moeten schuilen, moeten vluchten, dat is echt heel verdrietig dat dat zo is gebeurd. Merk je dat mensen ook bezig zijn met de toekomst? Of vooral nu de dag doorkomen, morgen, het einde van de week? Ja, zeker nu. Een dag als vandaag is gewoon een hele enge dag voor veel Oekraïners. Dus je hoeft alleen maar een blik op Facebook te werpen. Wat ik natuurlijk Vertel nu even, doe. Wat is er vandaag? Of waarom is het vandaag? Nou ja, vandaag is het een jaar geleden. Ja, een jaar geleden. En dat is zo'n traumatische gebeurtenis. Ik denk voor heel Europa zou je zeggen. Maar zeker voor Oekraïners dat opeens zo gebeurde. Hoe werd je wakker op de 24e? Dat is eigenlijk de vraag van nu. Afgelopen week was er heel veel angst voor deze dag en voor de komende dagen ook nog steeds wel. Dat er iets zou gebeuren. Dat er een nieuwe raketaanval komt, een massale raketaanval. Of dat toch weer een nieuwe invasie. Dus mensen zijn heel erg angstig. En op lange termijn, de meeste mensen zijn bezig met overleven. Dat is toch de kern. Ik wil zo ook even kijken of er misschien vragen uit het publiek voor jou zijn. Maar wanneer ga jij weer terug? Ik denk over een week. En je bent wel van plan de komende tijd, de komende weken, maanden, jaren heen? Ja, uiteraard. Uiteraard. Kijk, er wordt wel eens aan mij gevraagd van ben je niet depressief nu vanwege alles? Maar het is eigenlijk ook, er gebeurt ook heel veel. Het is ook heel sterk hoe het afgelopen jaar zich ontwikkeld heeft in Oekraïne. Al die mensen die zich verzetten, maar ook op een, laten we zeggen, vrij positieve manier. Dus die solidariteit waar ik het over had. Er gebeuren ook heel veel mooie dingen. En deze oorlog is ook een gevolg, denk ik, dat hoeven we niet over uit te wijden. Maar ook een gevolg van dat Oekraïne zichzelf heel erg gevonden heeft de laatste 10 jaar. Wat in Moskou. Wat daarmee gevonden? Nou ja, dat er een eigen identiteit is ontstaan. Eigenlijk al sinds 2014, eerder ook al, sinds de Maidan-revolutie, is men heel erg bezig met burgerschap. Wat zijn we eigenlijk voor land? Waar willen we naartoe? Willen we deel uitmaken van de EU? Nou, niet zo eigenlijk. Hè. Dat enthousiasme merk ik niet zo, maar wel van wij willen onafhankelijk zijn. En dat is ook een heel mooi proces wat ik eigenlijk de laatste 10 jaar gevolgd heb. En eigenlijk is dit een onderdeel van van dat proces, denk ik. En dat is nu op een hele bloedige manier, maar dat proces gaat wel gewoon door. En ik kan me voorstellen dat die nationale identiteit alleen maar versterkt wordt. Ja, absoluut. Ja, dat is inmiddels al bijna een cliché, maar er is niemand die zo heeft bijgedragen, niet alleen het afgelopen jaar, maar ook de laatste 10 jaar aan de... Ja, aan de eenheid van Oekraïne, maar ook de identiteit van Oekraïne als Poetin. Ik wil je hartelijk danken en veel succes wensen. En we blijven natuurlijk je reportages volgen. Dank je wel.